mensen, super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld, voor de mensen die dat nog niet wisten. Nou, dan moet je wel een van de nieuwe kijkers zijn. Ik heb trouwens heel veel nieuwe kijkers, 333 abonnees. Even, als je wilt abonneren, kan je hier beneden trouwens doen. Maar nu ga ik even naar buiten kijken, want vandaag gaan we weer met onze hele mooie auto rijden. We hebben voor 3 dagen huur. Gisteren hadden we vandaag, dus en morgen hebben we nog. En vandaag gaan we naar het waterpark. Ja, het waterpark, het watervillage in Saraninos nog wat, zoiets. Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar ik laat eerst even de auto zien waar we vandaag weer mee op pad gaan. Daar is onze mooie bak weer hoor. Mercury, hallo. Hij staat alweer klaar op de parkeerplaats om te rijden. Om mee te rijden. En er komt er weer een vliegtuig langs. Maldives. Ja, lekker landen. Ja, ja. Dat is dus onze auto. Ja, mooi hè? Ja, vind ik zelf ook. Ja. Geen Rita springkraan. Nee, er was geen. Ja, er was een springkraan. Nou, we zitten in ieder geval bij het ontbijt. Ja, er zijn nog veel grotere, ja. Maar in ieder geval een bruin broodje, een komkommetje, kaasje. Het kan ook weer eventjes niet. Een wit broodje met kaasje. Alleen de croissantjes die waren er niet. Heb jij wel een croissant? Nee, jij hebt ook geen croissantje. Oh ja, alweer die heb ik al zo vaak gefilmd in de vlog. Ik film nu wel even mijn ontbijt. Jongen, 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 jongen. Moet ik hem nou weer echt gaan filmen? Thomas, goed. Ja, weg. Hopla. Dit is dus mijn ontbijt. En we zitten voor het eerst. Wauw. Thomas Koek. Het is Thomas Cake. Thomas Cake. Heet er ook vliegtuig Thomas Cake? Nee, alleen Thomas Koek. Nou, genoeg gekletst. Ik ga ontbijten. Ik zit nu even in mijn moeders bed. Ik heb net lekker heerlijk geontbeten. Lekker buiten. Super lekker. Alleen jammer, er waren geen croissantjes. Of we waren te laat voor. Of ze hadden het niet. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, wij gaan zo meteen natuurlijk met z'n viertjes naar het waterpark. Wat ik al zei, heb je er zin in, Joe? Ja. Ja, gaan we lekker samen van de glijbanen nemen, de onderwatercamera mee. Super leuk dus. Wij gaan nu naar het waterpark in Saranogwat. Ik weet niet meer, nee. Laten we maar gaan. Ja hoor, we zijn er. Zante watervillage. Even mijn kaartje laten zien. En dan kunnen we naar binnen. Het ziet er mooi uit, vind ik. Ja, toch? In vorig jaar in Kroatië zijn we ook naar een waterpark geweest. Het is altijd wel leuk om naar een waterpark. Toen zijn we naar Aquacolors geweest. Dat was ietsje. Linkje in de bio. Ja, inderdaad, dat zeg ik altijd. Nou, laten we maar eens even kijken. Even tussen de scootertjes. Beetje dun, hoor. Was er bijna niet tussen. Even kijken bij je zante watervillage of het mooi is. Holy shit, wat mooi. Kijk, ik zoom eventjes in op de glijbanen. Daar een glijbaan, daar glijbanen en daar achter de bosjes nog glijbanen. Hier gaan we denk ik zo meteen zitten. Je hebt hier ook nog, gaan we eens even kijken. Kijk, go-kart racer entrance. Misschien is dat ook nog wel leuk om te doen, te karten. Maar eerst gaan we zo een heerlijke duik nemen op van een van die super gruwelijke glijbanen. Moet je zeggen welkom hè? Hij gaat erg lazy hoor. Lazy Kjeld. En lazy Julia. Ja. Ik moet een beetje met mijn voeten. Oh, je bent een snorkelen, Julia. Hij is best wel snel. Thank you.
Ja, dat is een glijbaan, joh. Ja, leuk. Leuk? Een beetje eng? De witte? Nee, toen had ik er zorg van tegenvallen mijn gemaakt. Want toen naar beneden ging, dacht ik van, oké, dacht wel echt dat je harder ging. Ja. Ik vond mezelf ook super leuk. Natuurlijk kan ik die niet met de GoPro doen, maar mijn vader heeft hem wel met mijn vaders telefoon, heeft met een onderwaterhoedje, heeft hij hem gefilmd. Dus dat is dus mooi. Ik ga hier even lekker relaxen. Te smikkelen. Ik heb een lekkere tosti die ik op ga smikkelen. En ik heb een heerlijke slush. Ik weet niet precies welke smaak, maar volgens mij is het iets van aardbei. Jules heeft ook die slush. En lekkere muziek. Ik ga zo meteen misschien aan mijn voeten fietsjes krijgen. Die rotos heb je toen niet gedaan, hè? Een rotos. Zo ben ik nog een keer. Vertel eens even. Hoe kijk je? Ja, die visjes. Oh, dat gaat het lekker, Kelt. Kelt krijgt weer babyvoetjes. Nou ja, want ze waren, er zat heel veel eelt. Nou. Hoe kijk je? Lekker. Lekker hoor. Nou, daar zitten we dan in de Lazy River. Het gaat wel erg lazy. Ik ben er al voor de tweede keer ben ik erin. En het is best wel leuk hoor. Ga je lekker in de band zitten en lekker eventjes rond vaartje doen met een mooie deze band. In mijn hotelkamer, we hebben super lekker gezwommen bij het waterpark. Ik heb de douche aangezet, maar even nog over het waterpark. Het was echt super vet, ook die glijbaan. Vond je het nou ook vet? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Het klinkt hier een beetje gal, zoals een beetje echo. Ja, kijk, hoor je het al een beetje. Maar ik ben ook in de badkamer van Jules en mijn hotelkamer. En ik ga eventjes heerlijk onder de douche staan. En daarna weer eventjes editen. Maar eerst eventjes onder de douche. Zo, dat was toch even heerlijk. Ik had even de beelden in versneld gezet. Was even wel leuk. Ik dacht van, nou, ik ga het eens even proberen. Had ik ook al bij het zwembad, had ik ook al beelden in versneld. Had ik het even het park laten zien. Vond je nou een leuk park? Of ben je er zelf een keer geweest? Het heet Zante Village of zoiets. Zante Watervillage, als je er nou ook bent geweest, zet even je reactie of je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. De Lazy River wat minder. Dat was wel heel erg lazy. Vorig jaar was het ook heel erg lazy, maar was het nog lazierder. Ja, ik ga eventjes mezelf afdrogen. En dan ga ik zo denken, ja, de dames moeten even opmaken voor het eten. Ik doe dat niet, ik trek mijn kleren aan. Wat gel in mijn haar. En we kunnen gaan zo naar het eten.
Oké, daar zitten we dan weer. Weer Icy Peach zoals altijd. Wow, dit ziet er lekker uit. Julia heeft een appelsap. En mijn vader en cola, mama, die moest zo nodig. Had dorst en heeft water nodig. En appelsap, ja. Ik neem gewoon lekker één drankje, daar heb ik genoeg aan. Mijn moeder moet er speciaal even twee nemen. Maar we gaan zo het eten bestellen. En ik zit hier lekker naast Joel met Levi t-shirt. En ja, je ziet het. Ja, andersom. Ja, ik heb ook een Levi t-shirt aan. Maar dan een mooie kleur blauw. Ik vind die mooier. Maar ja, en Joel vindt waarschijnlijk die weer mooier. Ja, daar zitten we dan. Frietjes zijn lekker, zegt Joel. Nou, ik ga even een frietje nemen. Wat heb je? Dunne kebab. Een mooie portie. Hier dat brood. Pietenbrood. Hier van die kippetjes, shawarma of wat het ook is. En komkommer en saus. Mijn vader die heeft een nog grotere portie. Ik weet niet of hij dat op krijgt. Anders eet ik wel even mee, hoor. Kan dat ook wel even mee eten? Nee? Nou, wij gaan lekker eten. Yummy, yummy. Ja, daar zijn we dan weer. Lekker in ons hotelkamer. Ik ga ook de vlog afsluiten voor vandaag. We hebben heerlijk gegeten bij een restaurant. Weet niet meer hoe het heet. Het zal hieronder staat het waar we hebben gegeten. Hieronder. Maar voor nu gaan wij lekker slapen. Joel die ligt al in bed. We zijn allebei zijn moe, mijn vader en moeder ook. Dus wij gaan slapen. We zeggen bedankt voor het kijken. Doe zeker nog een blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan hier beneden. En dan zeggen ze wel het ooit. Later. Tot morgen.